uitje naar Parijs is geannuleerd wegens een mogelijke terugdringing van de Islamitische Staat. Hoe is dat precies tot stand gekomen? We hebben vrijdagochtend was dat volgens mij officieel nieuws gekomen of zoiets. Of tenminste hadden wij het gelezen en op vrijdag hebben we altijd leerlingenraad. Dus we hebben het eigenlijk al gelijk met onze lerares over gehad. En met MAVO die ook altijd gaat. En toen werd het eigenlijk al heel snel duidelijk dat Parijs in ieder geval niet kon. Nou, in eerste instantie proberen we wel naar Parijs te gaan. Maar als daar nog steeds de dreiging dreigt, ja. Dan gaan we wel andere mogelijkheden niemand bekijken. Niemand kan echt in de toekomst kijken. Dus nee, inderdaad. Nee, wel gewoon begrip voor. Ja, wat moet je anders doen? Jammer dat we niet naar Parijs gaan, maar ik snap de beslissing van de school ook wel. En ik sta er ook wel achter. Begrip voor... Vooral veel begrip, maar erg jammer. En ja, blij dat iedereen, de leerlingen, ook zo begripvol reageren. In eerste instantie is het natuurlijk wel jammer. En je denkt ook wel van ja, shit. Maar als je er gewoon even bij stil, ja, gewoon even 2 seconden gewoon goed over nadenkt, dan denk je van ja, je gaat ook je leven niet riskeren om daarheen te gaan.